Laura de Neven aan bal, zoals altijd. Dropt hem goed, daar is Justine van Avermaat. Ja, spijtig zeg. Dat ging over centimeters. Zultjes neemt maar beter niet te veel risico. Ja, het duurde nog vrij lang. Eer ze iemand vond. En daar ja, en met Memeti daar in de buurt doe je dat echt maar beter niet. Wat doet Memeti? Inspelen op Halilai. En ze hebben ook de Kosovaarse vrouwen hun eerste doelkans. Ja, en dat was misschien niet de beste keuze om daar met twee Kosovaarse spelers in de buurt die bal toch kort te spelen. Nee, als je dan 2-2 staat, kan je misschien wel beter gooien. Goeie bal wel van de Neven, die Jenny Skyman. Deze had erin gemogen. Rechtop, doelvrouw Kolgetsi. Beste kans uit de partij, met voorsprong. Flames staan weer klaar om in te lopen. Leek me geen buitenspel dit. En dus moet dit wel de 0-1 worden. Willaert geeft ze aan de Kenny. Dat doet ze inderdaad. Oh, de Kenny. Ja. Ja, wel. Gaat er nog in, maar je kon ook uit haar reactie opmaken dat dat toch nog wat nipter was dan ze had gehoopt. Maar de 0-1 is wel een feit. Assist van Tessa Willaert. Kees, ja, prima bal op Jenny Skyman. En dit moet eigenlijk de 0-2 worden. De vraag is alleen, wie gaat het maken? Nou, het was niet Eurlings. En dan zijn de anderen natuurlijk een beetje ontgoocheld. Ja, dit had altijd de 0-2 moeten zijn. De Kenny, prima bal op Tessa Willaert. Willaert, 0-2. Dan toch de verdubbeling van de voorsprong. Omgekeerde combinatie van daarnet. Toen was het Willaert met de paas, de beslissende paas voor de Kenny. Nu is het andersom. Geen buitenspel hoor, deze van Willaert Kolgetsi. Waar bevindt hij zich? In niemandsland. En dus is het 0-3. Met de medewerking ook van de doelvrouw, die daar ergens was waar ze niet moest zijn. Goed tussengekomen daar van Kaiman. Geen buitenspel van Willaert. Prima bal was het van Eurlings. Niet te makkelijk voor Kaiman om die goed mee te nemen. Oh, maar wel gedaan, een prachtige hoor. Paas op Tessa Willaert. En dat was nog een goede reflex van Kolgetsi. Teulings. Verfijnd balletje richting Willaert. Deze keer geen buitenspel. Willaert met de derde werkt ze prima af. Een Anderlecht-combinatie. Teulings met de assist. Willaert met haar hat-trick. Blom kan daar misschien wat vervelend doen. Kaiman kwam daar niet helemaal uit. De Loze met een gelukje mag ze het opnieuw proberen. En dat was goed uitgelokt, zal ik zeggen. Van Laura de Loze. En zo krijgen de Flames voor het eerst in deze kwalificatiecampagne een strafschop. Tessa Willaert voor 0-5 voor haar vierde van vanavond. Daar komt hij. Ja hoor. Goed getrapt hoor, want Kolgetsi de juiste kant uit. Maar proper in het seinetje daar, of toch zeker in de buurt, ook hard genoeg. Oh, daar zijn we met Mitty wel helemaal vergeten. En zo toch de 1-5. Ja, dat was nu net de enige die je daar niet uit het oog mag verliezen. En Memeti scoort zo net als tegen Noorwegen. En zijn we voor het eerst sinds die match tegen de Nooren. Dat is een tegendoelpunt. Wijnands die wel met de grote pas tempo maakt nu. Willaert. Blom dacht even de loopactie in te zetten richting de eerste paal. De bal gaat naar Minnaert. Oh, mooie kopbalgoal van Marie Minnaert. Zo krijgt de zege nog een beetje extra glans. Wordt de kloof opnieuw 5 doelpunten via invalster Marie Minnaert. En dat zal het dan geweest zijn voor deze Kosovo-België 1-6.